En in eerdere debatten heb ik aandacht gevraagd voor de manier waarop het slavernijverleden en de koloniale geschiedenis doorwerkt in de hedendaagse samenleving. Hoe slavernij en de koloniale periode patronen van stereotypering, discriminatie en institutioneel racisme hebben doen voortkomen. En die tot op de dag van vandaag leiden tot minder kansen voor veel Nederlanders. En voor mij is het historische bezoek van president Santokki en het rapport van de adviesgroep Slavernijverleden een nieuwe aanleiding om die geschiedenis zo snel mogelijk recht te doen. En daarom doe ik tijdens deze politieke beschouwingen opnieuw een oproep aan alle collega's in deze zaal. Als Nederland zijn excuses aanbiedt voor onze rol in het slavernijverleden, kan het begin zijn van heling van wonden. Het kan de basis zijn voor een toekomst waarin we elkaar liefhebben, elkaar vertrouwen en elkaar sterker maken.